Aan de Vrijdagmarkt in Antwerpen zorgt het tekort aan parkeerplaatsen ervoor dat de stadsvelo's vanmiddag niet op hun bestemming geraken. Enkele automobilisten vonden geen plek en parkeerden zich waar het niet mag. Om hier wettelijk te kunnen parkeren is soms veel geduld nodig. Het is heel moeilijk. Ik woon hier in de Kemmenstraat en soms ben ik 1 uur aan het zoeken voor een plaats en je is altijd werken hier. Ik woon hier nu sinds een maandje en ik denk zelfs dat ik ga een garageplaats huren omdat ik het veel te moeilijk vind. Ze hebben nu ook de Nationaalstraat een proefperiode ingelast. Dat ook mensen met een bewonerskaart moeten betalen voor daar te staan overdag tijdens de werkuren. In 2008 lanceerde de stad het idee om meer ondergrondse parkings aan te leggen en ook de parkings van bedrijven 's avonds en in het weekend tegen betaling te laten gebruiken door buurtbewoners. Momenteel zijn er maar 4 zulke buurtparkings in werking. Bedrijven lijken moeilijk te overtuigen en hebben vaak praktische bezorgdheden. Hoe wordt de toegang geregeld, verzekeringsaspecten en welke uren juist. Maar waar we tonen is het wel een succes in gebruik van de bedrijfsparkings door de bewoners. Dus u verwacht nog veel meer bedrijven die zullen ingaan op het voorstel? Ja, zeker. We hebben een 1500-tal plaatsen gecreëerd op een korte periode. Dat is niet spectaculair, maar dat is toch al wel wat. Geen van de bedrijven die wij contacteerden wou voor de camera reageren. Maar overal klonken dezelfde bekommernissen. Zoals gaan de bewoners op tijd weg zijn, zodat de klanten kunnen parkeren? Zal er niet meer ingebroken worden? Enzovoort.